Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Jordi is net wakker. We zijn allemaal net wakker. Maar nu eventjes lekker met hem aan het knuffelen. Niels komt hem ook zo halen. Dan kan ik ook uit bed. Ja. Lekker slapen, hè? Ja. Lekker even genieten van mijn windje. Nou, ik heb gedoucht met de kindjes. Ik heb een jurkje aan en dan denk je bij gemeen een jurkje. Ja, dat zit lekker. Ik ben op dit moment alleen thuis met Jordi, hè? Lekker ding. We hebben al gedoucht. De kindjes, papa en mama. Ik heb met de kindjes gedoucht. Papa heeft even van tevoren gedoucht. En papa is nu naar oma toe voor de Pasen. Met Liam en Sam hebben ervoor gekozen om het zo te doen. Jordi is gewoon lekker thuis. Morgen gaat hij ook weer naar school. Hij heeft zaterdag al een drukke dag gehad. Gisteren een drukke dag. We kunnen niet druk aan het doen blijven. Dus vandaar dat hij gewoon thuis is. Dat ik ermee thuis ben. Het is ook wel makkelijk voor mij. Want ik ben nu van alles aan het doen. Ik heb mijn was alweer aanstaan. En ja, ik ben gewoon van alles aan het doen. Dus dat. Ik ga zo eventjes wel een paar stukjes fruit geven aan hem. Want hij heeft al wel gegeten, maar ja, fruit hoort er natuurlijk bij. En anders gaat hij hier dadelijk weer aan tafel staan. Dus dan ga ik zo dadelijk met hem doen. Hij is heel vrolijk, lekker rustig. En we gaan gewoon lekker aan de slag. Dus. Ja, wat ben je aan het doen? Oh. Een beetje rondjes lopen bij oma. Ik heb echt vergeten voor de kinderen. Nee. Ik heb een drankje gekocht. Doe eens dicht laten. Omdat Jos overleden is, dus deel maar mee de gedachte van als hij het maar volhoudt, hè, dat hij niet gaat. Hè? Ja. Moet je andere eerst open doen. En toen is Niels weer thuis gekomen en die heeft honger. De kindjes liggen nu op bed, dus ik ga eventjes een paaslunch maken. Kunnen we het zo noemen, Niels? Paaslunch. Ja, gewoon lunch. Lunch, zoals Niels het lekker vindt. Laat het zo zien. Wat ik nou meemaak, check. Ik ben even 3 eitjes voor Niels aan het bakken. Het zijn 6 dooiers. Het zijn 3 tweelingen. Ik moet zo ook nog een ei voor mezelf bakken. Dan gaan we kijken of er nog eentje tussen zit. Oké, zoals ik het hier heb gemaakt. Dit is voor Niels precies de juiste gaarheid. De juiste... Voor mij moet ze iets harder om, want ze zijn echt uitlopend. Maar dit vindt Niels dus geweldig lekker. En dan nu die van mezelf bakken. Dus even kijken. Kijken of ik ook een tweeling ei heb. Ben benieuwd. Ja, ik heb er ook één. Hier een doosje met tweeling ei, ja.
Tada! En dit is van mij. Krijg ik het op? Denk het niet, maar ik ga het proberen. Niels is met Liam en Jordi. Nee. Niels is met Sam en Liam naar buiten. Die zit hier gewoon achter in de tuin. Jordi die staat binnen. Ik ben eten aan het maken. Ik heb mijn keuken weer een beetje verzet. Ik had de behoefte aan. Plus gelijk dit helemaal afgedaan. Ik moet dit gedeelte moet ik nog. En dan ook de afzuigkant, maar dan moet ik heel erg hoog rijken. En dat gaat van even niet worden. Dus ik moet nog dit gedeelte van het fornuis onder de kastjes en de twee kastjes hier aan de buitenkant schoonmaken. En dan is mijn keuken weer schoon en netjes. Dus dat. Na het eten gaat Niels heel eventjes het dakraam en de douche dichtmaken. Tenminste, boven de tol doen. En straks is het weer tijd om de kindjes naar bed te doen. Morgen gaat Jordi weer naar schooltje, dus... Hier is nog niet vakantie of zo. Hier is het nog gewoon normaal. Ik heb het idee dat mijn bril werkt. Top. Het is nu bijna 6:30. Niels is nog heel even naar boven gegaan om eventjes te klussen. En tegen 7:00, wanneer de kindjes naar bed gaan, 6:45, dan komt hij weer gewoon naar beneden toe. Dus ik maak me eigenlijk verder geen zorgen. Dus dat, ik ben ondertussen een beetje aan het opruimen en aan het doen. Dus ja, dat is ondertussen waar ik mee bezig ben. Oh ja, en de kinderen bezighouden, dat is ook belangrijk. Dit is nu de situatie. En hier zit er ook eentje lekker tv even te kijken. Een hele goede morgen. Sam, Rian, Jordi is weg. Waar is Jordi heen? Die is even met Visio een rondje lopen. Ik ga nu Liam en Sam klaarmaken, want Jordi gaat lekker naar schooltje toe. Dus dat is wat we gaan doen. Nou, Jordi is naar school. De kindjes zijn lekker fruit aan het eten. Daar zit Sammy. Die is ook lekker te eten. Lekkere Sam. En ik eventjes... Ik moet zeggen dat ik me vandaag wel oké voel. Dat is... Joef, van die trap af! Eraf! Ze zit even in de gang omdat de kindjes hier aan het eten zijn. En vervolgens loopt ze dan naar boven om boven rond te schuimen. Mag niet. Dus ik zie haar zo naar boven rennen. Ik zie alles. Vooral met mijn bril weer, zie ik echt alles. Ik moet zeggen, dit is wel echt een wereld van verschil. Er gaat weer een wereld voor me open. Slecht dit, oh wat slecht. Nou, ik heb Jordi opgehaald van school. Ik heb tussendoor heb ik lekker een stoofpotje gemaakt. Tadaa! Aardappels had ik al geschild, dus die hoef ik straks alleen nog maar aan te zetten. We hebben de Edge Mobile bij, dus ik heb het simpel. Jordi hebben we opgehaald. Nu ga ik even drinken maken voor de kinderen. En ja, gaan we gewoon eventjes het ritueel weer doen. Zoals wat we normaal doen. Goedemorgen. Liam die heeft net zijn fles op. Sam en Jordi zijn het nu aan het drinken. Geef schoenen aandoen, spullen verder klaarmaken. En dan gaat zowel Liam als Jordi naar school. Nou, Jordi had nog een poepincident, dus daar had ik ook nog last van met hem. Uiteindelijk, Liam werkte tegen. Eindstand, ze zijn alle twee op schooltje. En ik zit nu alleen met Sammy. Hi schietje. Ik ga even naar huis en dan ga ik de buggy pakken en dan gaan we even naar de winkel, want we hebben boodschappen nodig. Nou, ik zal even wat uitleg geven wat ik nou heb gedaan. Ik ben naar de winkel geweest, ik heb een aantal dingetjes gehaald en
toen ze naar thuis komen, heb ik Sam lekker banaantje gegeven. En daarna even laten spelen. Toen heb ik Liam opgehaald. Daar hebben ze lekker een kaneelbroodje op. En nu lagen ze te slapen. En ik hoorde net dat er eentje weer wakker was. Dus. En ik moet zo Jordi weer op gaan halen. Dus rustig aan. Ik ga lekker daar op slippers. Daar ik even slippertjes zoeken van Liam. En Sam gaat op blote voeten. We zijn weer thuis. Gauw iedereen naar binnen uit de hete auto. Ik zit even op de bank met Sam. Sam wil de aandacht van mama. Dus dan doen we dat heel even pakken. Hey, jongen. Jordi wil niks van mama weten. Die is een beetje chagrijnig. Heeft niet geslapen. En Liam zit lekker in zijn eigen wereldje even. Heeft hij ook wel eens nodig. Hij zat net ook de hele tijd aan mijn haren te trekken. Maar nu doet hij lekker even zo rustig bij mama zitten. Ze waren allemaal vroeg wakker. Dus ik denk dat ze ook allemaal vroeg slapen. Hoop ik. Wil ik. Dat zou ik graag zien. Dit is hij dus de hele tijd aan het doen. Je bent een lekker smeerpijpie. Ik hou ervan. Nee, ik hou ervan. Mama die vertelde aan papa dat ze geen zin had om te koken. Dus toen zei papa, verzin maar wat dan. Dus we eten Chinees. Yum, yum, yum. Allemaal lekker Chinees. Njam, 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 njam. En vindt het ook lekker. Ja. En wat gaat er gebeuren na het douchen? Want ik heb met kindje gedoucht. Dan gaat er bij alle drie een flesje in. Lekker, lekker. Hij hoeft eens aan het etteren. Maar we genieten even van de rust. Een hele goede morgen. Niels die is momenteel met Jordi naar de Downpoly. Dat is gewoon een jaarlijkse check-up. En daar moet ik zo voor gaan bellen. Maar wat ik ook nog moet is mijn wenkbrauwen. Dus die ga ik eens even doen. Want ik word er doodziek van. Kijk. Omhoog. Hier ook. Dus die gaan we even fixen. Hallo, hij mag mij best aanraken. Dat is helemaal niet erg, vriend. Kindjes liggen in bed. Niels en ik zijn net heel eventjes bezig geweest. We hebben de kamer van Jordi zover leeggeruimd. Zodat ik morgen het een en ander daar kan doen en kan opruimen. Zodat ik ook met de kindjes naar boven kan om dingetjes te doen. Want ik kom gewoon echt nergens aan toe. Dus dat is de bedoeling. Nou ga ik heel eventjes pauze houden. En eventjes meer beneden dingen doen. Ik heb kapsalon gemaakt. En voor Jordi heb ik dit. En voor Sam heb ik dit. Er zitten ook allemaal groentes bij hoor. En Liam krijgt van allebei een beetje. Dus dan kan hij kiezen wat hij wil. En we gaan lekker eten. Je hebt vandaag officieel je bedrijfje getekend, hè? Jee. Bij de KVK. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. En je hebt Downpoly gehad met Jordi. Ja. Hoe was het? Ja, ze vonden Jordi goed gegroeid. En hij is nu 106 centimeter, hè? Ja, het is voor het een hele grote beer. En hoeveel kilo? Dat weet ik al niet meer. 19. 19 kilo. Ja. Ja, dat klopt, ja. Ja. Dus het is voor het flinke jongen.
En ze hadden de oren nagekeken. Ja, dat was allemaal goed. Maar er was een buisje uit. Ja. Ja. Dus dat is dan weer iets minder, maar hè, we kijken hoe het loopt. En ze waren tevreden over zijn groei. Over hoe dat die cognitief en alles is. En hoe dat die dingen benadert. Ja. En ze hebben een foto gemaakt van zijn... Van zijn bekken. Ja. Of er iets op te zien is of in... Maar, En dat heeft er niks mee te maken dat er iets aan de hand zou zijn. Nee, het was preventief. Ja, het is gewoon uit voorzorg. Dus dat is wat er allemaal besproken is. Ze waren hartstikke positief. Mm-hmm. Dus dat is wat we even wouden melden. Ja. Dat het gewoon allemaal goed was. Mm-hmm. Met onze knul. Ja, met onze grote vent. De peer. Ze vonden hem wel een uit de kluiten gewassen, toch? Ja. Het was een uit de kluiten gewassen Downy. Mm-hmm. Komt ook omdat we gewoon allemaal grote mensen zijn. Ja. Niels is lang. Ik ben vrij lang voor een meid, zeggen ze. Dus het zal allemaal wel. Ajo. En hij krijgt natuurlijk Pokémon. Ja, dat is zeker. Dus dat. Ik ben net live geweest met een vriendin van mij op TikTok voor Olivier. Mm-hmm. En de rolstoelbus. Ja. Nou ben je weer schoon. Nou ben ik weer schoon. We hadden van alles op ons gezicht zitten. En daar hebben we eigenlijk een soort van doneeractie gedaan en gezelligheid en ja, dat. Dus dat is wat we hebben gedaan. En we gaan bij deze ook deze ups en dan afsluiten. Ja, en dan gaan we zo naar bed. Yes, ik ga eerst even nog editen. Bedankt voor het kijken. Wel trusten. En tot de volgende.